up from the Dallas rain. Ik ben op heel veel plekken geweest voor de mooiste plek, Mike. Maar nog niet onder water. En nou had ik bedacht dat dat ook wel prima was. Maar jij hebt een weerwoord, want ik moet met je mee. Dat komt ook omdat je nu een van de mooiste zoetwaterplekken in Nederland gaat bezoeken. Vinkeveen. Vinkeveen. Wat is er voor jou zo bijzonder aan die onderwaterwereld? Al zou ik de hele duik niets zien, het onder water zijn, het gewichteloos zijn, de rust onder water, dat is wat het zo fijn maakt. Nee. Er is geen WhatsApp onder water. Er is geen e-mail onder water, er is geen telefoon onder water. Alleen jij en je bellen zijn onder water. Wij en onze bellen. Precies. Zullen we gaan? Jij ziet er heel anders uit trouwens dan ik. Ja? Jij hebt een zogenaamd droogpak. Ja? Jij wordt niet nat van de binnenkant. Ja? Jij hebt een stoere vrouwenpak aan. Ja? Dat zeg je mooi. Ik vind duiken echt een van de meest geweldige dingen om te doen. Ja, trek maar aan. Maar dan wel in water van 25 graden als het even kan. En in de Vinkeveense plassen is de temperatuur van het water ongeveer 10. Gaat u mee, dame? Ja. Een gezonde spanning. Wat moet ik nou eerst doen? Mijn handschoenen of mijn kap? Mijn kap of mijn masker? Dat mensen even hun ritme kwijtraken. Verlang naar de gewichteloosheid. Als je in het buitenland ergens warm gaat duiken, dan heb je zo'n dun pakje aan. Nou, nu had ik twee pakken over elkaar, heel strak. Echt helemaal goed ingepakt. Dus toen ik het water insprong, in eerste instantie liep ik niet eens mijn pak in. Op je zij vallen, op je zij vallen. Omvallen. Ja, dan ga je dus echt duiken. Wat handig is hier, is dat het eerste stuk vrij ondiep is, een meter of twee. Dus dan laat je je even zakken. En dan ga je langzaam een soort afgrond in. Dan zie je echt een donker gat. Maar als je zorgt dat je in de buurt van de bodem blijft, dan, nou ja, dan is het niet dat je denkt van, oh, wat eng daar allemaal. En toen kwamen we bij het oudste onderwaterding tegen. Dat was de botter. En al heel snel eigenlijk zag ik een, nou ja, soort eerste boot. Contouren van een boot die daar onder water lag. Daar zijn we omheen gegaan en over de botter heen in de lengterichting terug. En op een gegeven moment dan gaan die oogjes gaan glinsteren. Mensen gaan lachen onder water. En de bewegingen worden rustiger en ontspannender. Ja, op een gegeven moment merk ik dan, weet je, dan merk ik dat ik op een goede diepte zit. Mijn oren die zijn geklaard, daar heb ik geen last van. Nou ja, eigenlijk begint alles, mijn temperatuur is goed. En dan begin je een beetje comfortabel te worden. En dan denk je, oh ja, dit was het. En dan merk je van, hé, je duikgevoel komt terug. En zo zijn we verder langs de ketting gezwommen tot aan de bus. Ligt gewoon een stadsbus. Dat is wel even een dingetje. En ik had aan Evelien gevraagd van, hè, vind je het leuk om ergens doorheen te zwemmen? Want toen hadden we al afgesproken dat als ze het leuk vond, dat ze dan door de breedte van de bus heen zou zwemmen. Ja, van tevoren had ik gedacht dat ik het misschien een beetje spannend zou vinden om ergens doorheen te zwemmen. Maar dat is dus helemaal niet. Ja, ja, het is gewoon onder water met een uitdagingje, maar verder niet claustrofobisch. Of, nee, het is juist eigenlijk, je gaat gewoon een beetje mee op die flow. En dan moet je wel zorgen dat je door het gaatje heen gaat. Ja, zo simpel is het. Maar het voelde heel ontspannen. Ja, leuk zelfs. Nou, de bodem van de Vinkeveense plassen, dat is gewoon zandbodem. Het water is echt veel helderder dan ik gedacht had. Ik heb niet heel veel dieren gezien. Ik heb wel op, je ziet algen, op eigenlijk alles wat onder water ligt. Maar ik heb ook van die hele mooie trosjes schelpjes gezien. En die houden volgens mij ook het water best wel schoon en helder. Dus, en dat waren er echt heel veel die ik zag. Laura, nou ken ik Waternet, waar jij bij werkt, ja, als een bedrijf dat ervoor zorgt dat ik water uit de kraan kan drinken. Ja. Maar jullie doen vast meer, ja, anders zouden wij hier niet samen zitten. Ja, Waternet maakt ook kraanwater en zuivert afvalwater, maar ik werk eigenlijk voornamelijk voor het waterschap. Ja. En die zorgt ervoor dat het water hier op peil blijft en we zorgen voor een goede waterkwaliteit.
En in het bijzondere Vinkeveense Plassen, wat doen jullie daarvoor? Nou, in de Vinkeveense Plassen hebben we allerlei maatregelen genomen om het water schoner te maken. We zuiveren het water, het oppervlaktewater, voordat het de plassen binnenkomt bijvoorbeeld. En de sluis waar we nu naast staan, die was vroeger veel lekker. En toen lekte er best wel veel wat vieser water hier uit de boezem de plassen op. En die lek is gedicht, dus daar komt veel minder water de plassen in. Het is niet heel gebruikelijk om oppervlaktewater te zuiveren. Meestal zuiveren we afvalwater. Ja. Ja. Maar hier halen we er eigenlijk voornamelijk fosfaten uit het water. Okay. Ja. Gaat het inmiddels goed met de waterkwaliteit van de Vinkeveense Plassen? Ja, het gaat best wel heel goed met de waterkwaliteit. Ja. Hij is veel schoner geworden ook in de afgelopen 20 jaar. En er zitten bijna geen algen meer. In ieder geval niet in de Noordplas en de Zuidplas. En er groeien heel veel waterplanten. Wat ga ik daar zien als ik onder water ga aan dieren? Ik stel me dan zoiets als in de zee voor, weet je wel, dat vissen om me heen zwemmen. Nou, het is wel anders natuurlijk dan in zee. Maar tussen de waterplanten zitten ook wel verschillende soorten vissen. En we hebben toch een partij, een snoekbaars gezien. Toen we de snoekbaars tegenkwamen, dat je echt iemand echt helemaal zo ziet verbazen. Hoe dichtbij je daar mag komen en hoe mooi dat dan is. Weet je, je hoort vissers wel eens zeggen, hij was zo groot. Nou, deze was zo groot. Het is een groep van een man of 3 tot 5. En die liggen eigenlijk 9 van de 10 keer op dezelfde zandvlakte. En voor ons duikers zijn ze heel fijn, want we mogen, als we het rustig doen, heel dichtbij komen. Als de zon dan op die schubben staat, ja. Dat is weer zo'n moment dat je zegt, oh, wat is Nederland mooi. En toen zei ze op een gegeven moment van, nou, begin het fris te krijgen. We hadden afgesproken dat ik dat dan ook aan zou geven. Dat ik een teken ervoor, dat ik het koud zou krijgen. En op een gegeven moment heb ik gezegd, nog 5 minuten. Toen zijn we langzaam teruggegaan. Heerlijk! Ja? Ja, geweldig! Echt geweldig! Nou, ik ben dus helemaal in de gloria van het duiken weer hier. Ik vond het echt fantastisch. Ik heb ooit hier in Nederland mijn duikprofet gehaald met 5 graden Celsius. Toen heb ik gezworen nooit meer te duiken hier. Maar daar ben ik nu officieel van teruggekomen. Het is hier gewoon geweldig. Dankjewel! Alsjeblieft, alsjeblieft. De mooiste plek onder water? Toch wel, hè? We kunnen best wel meedoen in het rijtje. Zeker. Je kunt ook geweldig fietsen in het gebied rond Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis. De Ronde Venenroute leidt je langs het plassengebied en door prachtig weideland met een keur aan bijzondere vogels. De fietstocht is 39 kilometer lang en start bij het toeristisch overstappunt Vinkeveense Plassen, aan het Kloosterplein in Vinkeveen. Op de Noordplas zijn 12 zandeilanden aangelegd met zwemplekken en aanlegplekken voor boten. 4 zandeilanden zijn via een vaste landverbinding te bereiken. Onder andere nummer 4, waar de duikzone is gevestigd. Voor kano's en fluisterboten zijn verschillende routes over de plas uitgestippeld. Zoals de Vinkeveense Plassenroute. De start van de route is bij het toeristisch overstappunt Winkelpolder. Voor meer informatie surf je naar onze internetpagina. www.rtvutrecht.nl/plek. Ik ben Remy Sanders, boswachter bij Staatsbosbeheer in Utrecht-West. En vandaag ga ik jullie iets meer vertellen over de wildcamera. Wij boswachters, wij werken eigenlijk alleen maar overdag. En overdag, als wij wakker zijn, slapen de meeste dieren. En 's nachts, als wij slapen, dan zijn de dieren actief. Waaronder ook de kerkuil. Ik heb deze camera opgehangen bij een nestkast voor de kerkuil. En daarop hebben we best mooie beelden gezien. Waaronder ook dat de kerkuilen op dit moment jonkies hebben. Hoe ik dat weet? Op de beelden die de camera heeft gemaakt, zie ik dat de vader- en moederkerkuil steeds met verse muizen naar het nest toe vliegen.
Nou, ik ben Ronald Reinke. Ik kom uit Doorn. Ben ik ook geboren. Voor Recreatie in Nederland hou ik toezicht op de Heuvelrug in het Nationaal Park. Dit is een elektrische motorfiets. En daarmee surveer ik de fietspaden en de ruitenroutes en de wandelroutes over de Utrechtse Heuvelrug. Het voordeel is dat hij geruisloos is, zodat je weinig verstoring hebt. Een nadeel is dat hij, omdat hij geruisloos is, dat de mensen hier niet aan horen komen. En daar heb ik ook een fietsbel voor aangeschaft. Het is een heel kwetsbaar gebied, hè? Dus je moet, het is enorm druk met recreatie. De recreatiedruk ligt zo hoog dat er echt toezicht heel noodzakelijk is om dat in goede banen te leiden. Goedemorgen, heren. Goedemorgen, meneer de boswachter. Dat zie je goed. Goed, ik zag u net fietsen, een stukje terug. Ja. En houdt u rekening, er zijn hier overal routes aangelegd en u dient zich wel te houden aan de routes. Oké, okay. Ja? We mogen er niet even stiekem van afwijken. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Nee, paarden op de ruitenroute, mountainbikers op de mountainbike route. Dan gaan wij zo meteen weer netjes mensen aanspreken. Ook als het goed is, praatje maken. Maar als het niet goed zit, dan duidelijk laten weten dat het hier niet de bedoeling is. En mensen die daarin erg volhardend zijn, dan is er altijd de mogelijkheid om een sanctie op te leggen. Ik kan bekeuringen uitschrijven. We zijn in de buurt van de Eenzame Eik. En hier kijk je over het Egelmeer richting Veenendaal. Het maakt deel uit van mijn surveillancegebied, dus ik rij hier regelmatig. Je kunt hier een enorm stuk kijken. Dit is voor mij een van de mooiste plekken van de Heuvelrug. Er zijn er meer, maar dit is een van de mooiste. De openstellingsbepalingen zijn duidelijk, hè? Die staan overal op de bebording. Sommige dingen zijn toegestaan, sommige dingen weer niet. En op het dingen die niet toegestaan zijn, nou ja, daar hou ik dan het toezicht op. Zodat de mensen zich daaraan houden. Ik zie dat jullie met een drone bezig zijn. Ja, klopt. Hebben we toestemming van Staatsbosbeheer? Nee, moet dat? Ja, dat moet zeker. Serieus? Nou, we allemaal verbinden hoor. Ja. Nou ja, kijk, bij Ede heb je dat helikopterdek. Bij Lukine, daar zit een straal van 3 kilometer, mag ik niet vliegen. Kijk, dat snap ik. En bij Zutphen, Natura 2000, krijg ik een melding. Dan moet ik met een waarnemer vliegen. Dus dat is iemand die meekijkt. Ja, ja. En ik krijg hier helemaal geen meldingen. Dus het is mij onbekend. Dit staat mij gewoon te boeken als ik mag hier vliegen. Ik mag hier vliegen. Oké, okay, nou, ik sluit even kort met de beheerder. Ja? En dan horen we het. Hallo. Hallo, met Ronald nog een keer. Ik sta nu bij de Eenzame Eik. Ja. En daar zijn mensen met een drone aan het vliegen. Hoe staan jullie daar tegenover? Dat is niet toegestaan, want het staat ook op de bebording. Staat op de bebording. Okay. En als ze dat niet hebben, dan worden ze erop aangesproken. Oh ja. Nee, ik heb het nooit geweten. Nee, serieus. Ja. Omdat ik van die software uitging van hier mag je niet vliegen. En dit is groen, daar mag je wel. Oké. Okay. Zodoende. Over het algemeen zijn de mensen goed aanspreekbaar en gaan mee in wat ik wil. Kijk voor heel veel informatie over het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op onze internetpagina. www.rtvutrecht.nl/plek. Daar kan je ook deze en alle andere afleveringen nog eens rustig terugkijken. In de volgende aflevering gaat Evelien met de Amersfoortse Joey stiekem net over de grens van onze provincie, naar Arkham heen. En we bezoeken het oeroude landschap in de Gelderse Vallei. Tot dan!